Bij de behandeling van de zogenoemde ID-kaartenwet in DNA afgelopen dinsdag waren de coördinatoren van de regering Suharto Mustaja en Edgar Dikan afwezig. Op de vraag van voorzitter Jennifer Simons wie waarnam, antwoordde minister Patrick Pengel dat minister Dikan hem gevraagd had notities te maken van de vergadering. Deze mededeling kwam niet goed aan bij het lid Aziz Kumar Gayadin dat een punt van orde vroeg. Maar voorzitter, waar het om gaat, is dat die grappenmakerij vanuit die regering, dat wij steeds blijven en blijven tolereren, voorzitter, verwatering vanuit de president, verwatering vanuit de vicepresident. Vervolgens is het geworden een soort coördinator. Vervolgens is het geworden een soort vervanger van een coördinator. En nu nog erger, voorzitter. Dus voorzitter, waar ik op wil wijzen, laat die samenleving getuige zijn dat op dit ogenblik de regering Bouterse Adin, het parlement als een speelbal neemt en zo beschouwt. En voorzitter, u mag niet eens zijn met mij. Nee, ik ben niet eens. Ik wil alleen weten wat is uw orde. Wat is uw orde, voorstel? DNA-voorzitter Simons gaf aan dat in deze kwestie twee richtingen gekozen kunnen worden. Eén is de vergadering stopzetten of de tweede de vergadering voortzetten zoals door de samenleving wordt verwacht. Zij vroeg wel aan de regering om voor het komende jaar de boeg om te gooien. We moeten wel voort. Dus als u dan vindt dat de voorzitter de regering in de gelegenheid stelt om dat te doen, dan heb ik u gevraagd wat uw voorstel is. U wil stoppen met vergaderen, dat gaan we niet doen. Er is ook een belang van die samenleving. En we vragen de regering om in 2019 toch wel een iets wat anders schema aan te houden dan in het laatste kwartaal van 2018. Ik zeg dat ik, net als u, geen ongelijk kan geven aan de oppositie in deze, voorzitter. Aan de ene kant hebben we de zaak dat wij deze wet, waarmee we toch wel al een tijdje bezig zijn, willen afronden. Toch is het zo dat in het kader van die verantwoording van die regering toch een bepaalde formatie hier moet zijn, voorzitter. Ik wil vragen, voorzitter, dat aan de oppositie om mee te werken dat we voortgaan, eenmaal we horen dat de minister die de zaak moet coördineren in afwezigheid van minister Mustaja, dat die onderweg is. Dat wij onder die voorwaarden voortgaan, voorzitter. Maar we vragen toch wel aan die regering om in het komend jaar om toch wel de zaak strakker te trekken voor ons, voorzitter, zodat wij samen de zaken voor die samenleving kunnen. Fractieleider van de NDB, André Misikaba. Hierna kon de vergadering voortgezet worden. Minister Stefan Tsang, minister Bisa ad interim, kon daarna ingaan op de vragen en opmerkingen van de DNA-leden over de wet ID-kaarten.